Dag kijkers. De goede mensen van UPV hebben mij gevraagd en ook aan andere mensen om iets te vertellen naar aanleiding uiteraard van de coronacrisis. Het is misschien van belang dat ik erop wijs dat het nu de laatste dag van maart is. Dus veel van wat ik zeg, misschien zelfs alles, kan over enkele dagen, hè, want zo gaat dat met dat soort crisissen, al helemaal achterhaald zijn. Of u weet, misschien visionair zijn. Hè. We zullen wel zien. Nu, ik heb er natuurlijk even over nagedacht. En het eerste puntje dat ik wil naar voren brengen, het is iets wat ik graag beklemtoon, ook elders al heb ik het mogen zeggen, is dat deze crisis toch zeer sterk aantoont wat het belang is van degelijke wetenschappelijke kennis. Hè. Dus ik hoop dat mensen hierdoor een beter aangescherpt inzicht krijgen in hoe wetenschap werkt. Hè. Je hoort vaak, ik lees dat nu ook op sociale media, ja, maar die experts spreken zichzelf tegen en de wetenschap weet ook niet alles enzovoort. Dat is natuurlijk juist, dat is zelfs een fundamentele eigenschap net van goede wetenschap. Het zou vreemd zijn, moest er het zou fout zijn, het zou eerder op pseudo-wetenschap wijzen, moest er totale consensus zijn. Hè? Dus dat er gediscussieerd wordt over de juiste inschattingen, de manier waarop het virus zich verspreidt, het besmettingsrisico, wat de beste preventieve maatregelen zijn enzovoort. Dat is eigenlijk net een positief punt. Nu, dit gezegd zijnde, ondanks die interne meningsverschillen die bestaan tussen wetenschappers en experts, die dus zeer normaal zijn, biedt de wetenschap ons toch de beste betrouwbare kennis die we hebben. En ik denk dat dat in een tijd zoals deze toch bij uitstek van belang is. Je wil niet dat beleidsmakers, of uw eigen arts bijvoorbeeld, dat die zich zo baseren op pseudowetenschap of op kwakzalverij of op complottheorieën of op allerlei andere onzin. En er circuleert natuurlijk nogal wat. Hè. Ik heb toch alleen een andere zien passeren. Sommige zaken zijn gewoon grappig, hè, behoren tot het soort humor in feite binnen een categorie fake news. Bijvoorbeeld dat Poetin in Rusland op sommige plaatsen tijgers of leeuwen zou laten vrij rondlopen, zodat de mensen niet zouden durven naar buiten komen en dus elkaar niet zouden besmetten of het virus verder zouden verspreiden. Nee, de tijgers houden hen binnen, dat is natuurlijk totale onzin. Moeilijker in te schatten voor heel veel mensen, denk ik, zijn verhalen zoals dat het zogenaamde 5G, het snelle internet, dat iets te maken zou hebben met het virus, en dan zitten we al snel, dat is dus onzin trouwens, hè. Maar dan zitten we al snel natuurlijk in de categorie van complottheorieën, en ook die duiken onvermijdelijk de kop op, hè. Complottheorieën, je kunt er bijna gif opnemen. Binnen de 24 uur nadat er iets belangrijks gebeurd is, iets wat de hele wereld beroert, hè. Denk aan de moord op Kennedy, de dood van prinses Diana, de aanslagen in New York, 9-11, en ga zo maar door. Dat duurt geen 24 uur, en zeker nu door het internet, of in onze tijd door internet, of er circuleren allerlei complottheorieën over. Hè. Een kenmerk daarvan is dat veel mensen lijken te denken, mensen die in die complottheorieën geloven, of die ze bedenken, dat een groot gevolg ook een grote oorzaak moet hebben. Dus zoiets als de moord op een wereldleider, op de president van de Verenigde Staten, de machtigste man ter wereld enzovoort. Dat kan toch niet dat door een beetje marginaal iemand, een loser zo je wil, een eenzaad, dat die dat zo hebben kunnen doen, die president hebben kunnen vermoorden. Dat kan niet, dus daar moet veel meer achter zitten. En dan vraagt het eigenlijk maar een klein beetje fantasie, of mensen gaan zich afvragen, ja, wie heeft hier baat bij? Ah, dat is misschien de opvolger van Kennedy, hè? Want de vicepresident toen, Johnson, als Kennedy dood is, dan wordt Johnson president, of de CIA, want dan kunnen zij meer macht naar zich toe trekken, of Fidel Castro, dan gaan ze maar door, de KGB,
enzovoort. Dus er is ergens het idee dat grote gevolgen ook grote oorzaken moeten hebben. En je ziet dat nu ook in die coronacrisis. Die coronacrisis is iets groot. Het gaat over heel de wereld. Het beroert de wereldbevolking. Er zijn honderdduizenden mensen besmet. Er zullen er misschien honderdduizenden overlijden uiteindelijk over heel de wereld. Dus dit is huge. Hè. Zoals men in het Engels zegt, sinds de Tweede Wereldoorlog zeggen sommigen, hebben we nog niet zo'n crisis meegemaakt. Nog geen test van die aard voor onze gezondheidszorg, onze economie, voor het leiderschap van politici, ook voor de mensen, de gewone mensen zal ik maar zeggen. Natuurlijk, we hebben normaal nog nooit iets meegemaakt waarbij we weken of maanden, met zijn allen wel te verstaan, gewoon thuis moeten blijven. Dus dit is iets wereldomvattend. Daar kan eigenlijk niet zo een letterlijk onzichtbaar ding zoals een virus, wat de overweldigende meerderheid van mensen niet goed snapt natuurlijk, hoe dat precies werkt. Dat is in zekere zin te klein, letterlijk en figuurlijk, om uit zichzelf zoiets als die hele crisis, die pandemie, te veroorzaken. Dus daar zit meer achter. En dan gaan mensen natuurlijk, die een beetje creatief zijn, mensen die intelligent zijn, komen dan sneller op voor hen en voor vele anderen misschien plausibel klinkende theorieën. Zoals, het is in China zelf uitgevonden om de Amerikanen aan een hak te zetten. Maar in China denken ze dan dat de Amerikanen het hebben uitgevonden. Of het is door Bill Gates uitgevonden, want die had het al aangekondigd op voorhand. Of de grote farmaceutische industrieën hebben het eigenlijk zelf veroorzaakt, zelf gecreëerd en op de wereld losgelaten. Waarom? Omdat zij dan natuurlijk achteraf met een vaccin kunnen uitpakken en gaan zo maar door. Dus het is eigenlijk niet zo geweldig moeilijk om voor veel mensen plausibel klinkende complottheorieën te bedenken. Dat is iets wat zich ent, zal ik maar zeggen, op onze natuurlijke, onze normale psychologie. Hè. Dus mensen denken sowieso al in termen van oorzaken en gevolgen. We zoeken spontaan verbanden, dat maakt trouwens ook wetenschap mogelijk natuurlijk. Hè. En dus moet er voor zoiets als die coronacrisis ook wel een oorzaak zijn, maar dat moet dan iets zijn wat het puur toevallige, hè, zo de mutatie van een virus springt van dier naar mens over, dat klinkt voor veel mensen te zwak eigenlijk als verklaring voor iets dat de hele wereld beroert. Hè. Ik zou van de nood een deugd hier maken en het feit dat we dit soort complotten zien circuleren, allemaal op internet, eigenlijk aangrijpen om meer inzicht te krijgen in het verschil tussen betrouwbare informatie en onzin. De meeste complottheorieën zijn uit de duim gezogen, zijn onzin, niet noodzakelijk kwaadaardig bedoeld. Mensen gaan daar als het ware op een eerlijke manier in gaan geloven, geholpen door een natuurlijk soort wantrouwen ook vaak tegen politici, tegen de officiële media, tegen de wetenschap. Dus complottheorieën kunnen zich daar ook op enten. Het is wat ironisch dat sommige wereldleiders, zelfs zoals Trump, ik moet hem toch vernoemen, het vertrouwen in de wetenschap heeft ondergraven eigenlijk. Hij gelooft niet in experts. Tegelijkertijd kan hij er nu natuurlijk niet aan onderuit. Hij moet vertrouwen op wat de medici, de wetenschappers, de adviseurs met kennis van zaken hem vertellen. Anders zou het daar wel eens heel rampzalig kunnen evolueren natuurlijk. Hè. Dus het komt er eigenlijk op neer, wij hebben de best mogelijke kennis nodig om deze crisis te kunnen bezweren. Niet alleen trouwens wat betreft virologie, epidemiologie, het ontwikkelen van een vaccin enzovoort. Dus dat soort kennis, dat ligt ergens voor de hand. Maar natuurlijk ook hebben we zeer goede economische kennis nodig bijvoorbeeld. Hè, om te weten hoe moet de economie hierop reageren, welk beleid moeten wij voeren. Wil het systeem niet ten onder gaan of in zijn voegen
zodanig kraken dat er echt ernstige problemen zouden ontstaan. We hebben sociologische kennis nodig. Hoe moet je daar als maatschappij mee omgaan? Psychologische kennis. Wat met mensen die angstig zijn, die eenzaam zijn, die het echt heel moeilijk hebben, enzovoort. Hè. Dus dit is bij uitstek een moment om het grote belang, de rol van het rationele denken en van de wetenschappelijke methodes te beklemtonen. En ik moet er misschien nog aan toevoegen, politici die dat niet volgen, wat bij ons in België gelukkig en in de meeste West-Europese landen trouwens niet het geval is. Maar er zijn politici, toch niet in kleine landen, die er toch helemaal anders lijken over te denken dan wat de wetenschappelijke kennis naar voren brengt. De president van Wit-Rusland bijvoorbeeld, toch een vrij groot land, hè, die lijkt gewoon niet te geloven in het bestaan zelfs van het virus. De president van Brazilië is sceptisch tegenover de wetenschappelijke kennis. Ja, Donald Trump, ik vermeldde hem reeds. Islamitische leiders in in Iran bijvoorbeeld, in het Midden-Oosten, wantrouwen ook de zogenaamde westerse wetenschap, hè, terwijl wetenschap, ja, is niet oosters of westers of wat dan ook, hè. Natuurlijk niet. Trouwens, het hoeft niet eens om grote landen te gaan, ook als in een klein land het wetenschappelijk advies niet gevolgd wordt, kan dat ernstige gevolgen hebben, want ja, het volstaat dat een paar mensen die besmet zijn op een vliegtuig stappen en het probleem zet zich gewoon voort, hè, of ze nu uit een groot land of een klein land komen. Hè. Bon, hierbij aansluitend, wat je ook vaak leest en hoort is, allemaal goed en wel, beroep doen op de wetenschap en op wetenschappers, maar riskeren we daardoor niet om gaandeweg, ja, in wat je zou kunnen noemen een expertocratie terecht te komen in plaats van een democratie, hè, waar niet de demos, het volk het voor het zeggen heeft, min of meer toch, zoals bij ons, maar dat we eigenlijk de macht overgeven aan de experts. Hè, en die experts kunnen zich vergissen en wie weet hebben die ook wel andere bedoelingen, enzovoort enzoverder. Ik denk dat dat iets is wat we zeker in het oog moeten houden, hè, dus ook grondwetspecialisten en andere serieuze mensen, hè, waarschuwen daarvoor. Let op, niet te snel de bevoegdheden van parlement en politici overgeven naar experts. Dus we moeten daar nauwlettend op toezien. Maar ik denk dat we op dit moment toch voor een deel niet veel keuze hebben. Hè. Dus zoals ik al zei, wij moeten de beste mogelijke, de meest betrouwbare kennis die we hebben, een verstandig politicus, een verstandig burger, doet dat. En op termijn moeten we blijvend leren van wat de mensen met de juiste expertise ons zeggen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we spontaan van een democratie naar een expertocratie zouden vergeleiden. Hè. Dus ik denk niet dat het zo'n gevaar zal lopen. Hè. Een ander puntje waar ik aan dacht, is dat die hele crisis toch ook duidelijk maakt dat samenwerking op globaal niveau van fundamenteel belang is. Hè. De manier, dus ik keer nu even terug op politieke kwesties, de manier waarop democratieën nu werken, blijft toch nog altijd gecharakteriseerd door een soort relatief of uitdrukkelijk enge groepspsychologie. Als je naar de Verenigde Naties kijkt bijvoorbeeld, een soort wereldparlement zou kunnen vormen, dan zie je dat de vertegenwoordigers daar toch daar zitten om hun eigen achterban te verdedigen. Hè? En dat men dus toch eerder lokaal denkt, hè? Wat je bij de politiek in België of Nederland of Frankrijk natuurlijk ook heel vaak hebt. Hè? Mensen verdedigen hun regio, hun partij, de belangen waar zij voor staan. Hè? Ze moeten tenslotte verkozen of herverkozen worden. Ik denk dat zoiets als de coronacrisis, die is nu eenmaal globaal, omspant de hele wereld. En is ook iets wat zich op de langere termijn voordoet. Hè. Wij weten niet waar dit zal eindigen of wanneer het zal eindigen. Hopelijk krijgen we het onder controle. Misschien hebt het vanzelf weg, zoals dat soms gaat met die epidemieën. Misschien wordt er een vaccin ontwikkeld. Dat weten we op dit moment allemaal nog niet. Maar hoe dan ook, er zijn toch voldoende wetenschappers die ons nu reeds waarschuwen, dit gaat niet zomaar weg.
En is het niet het coronavirus, goed, ja, dan is er misschien over 5 jaar een ander virus. Hè. Die zullen voor eeuwig en altijd bij ons zijn, zolang wij mensen bestaan. En zeker in een wereld met miljarden mensen die de wereld rondreizen en met elkaar in contact komen. Dus we moeten daar ergens leren mee leven. Dat betekent dus dat we echt op lange termijn zullen moeten nadenken. Dus dat zijn twee cruciale aspecten, denk ik, die misschien de klassieke democratie nu nog niet adequaat kan oplossen. Iets wat je ook ziet met de klimaatcrisis. Ja, we kunnen dat maar oplossen, de problematiek van global warming, als alle landen, culturen, volkeren, naties, hun korte termijn en ja, beperkte, soort, je zou kunnen zeggen, eigen volk eerst belangen opzij zetten en echt ernstig gaan samenwerken. We zullen hier allemaal moeten meewerken of we gaan allemaal ten onder, om het een beetje dramatisch te formuleren. Dus in die zin, ik probeer het positief te bekijken, is die coronacrisis eigenlijk een kans misschien die we moeten aangrijpen om een nieuwe stap voorwaarts te maken richting verfijning, verbetering van de democratie. We kunnen het ons niet permitteren om enkel te denken aan het beschermen van de Belgen of het beschermen van de Nederlanders of van de Fransen enzovoort. Want in de wereld van vandaag werkt dat niet meer. En zo'n virus trekt zich daar natuurlijk niks van aan. We zullen informatie moeten delen, we zullen middelen moeten delen, infrastructuur. Hele concrete zaken natuurlijk. Van mondmaskers tot vaccins als ze er zijn. Toestellen, medicatie, personeel, wie weet. Het baat niet dat wij trachten onszelf, wij Belgen of Vlamingen, zo gezond mogelijk te houden door de grenzen af te sluiten. Als men in Spanje, Italië, Iran, andere plaatsen het virus niet onder controle krijgt. Dat virus trekt zich eigenlijk van grenzen, van naties, culturen, huidskleur, religie enzovoort niet zo geweldig veel aan. Ik moet misschien een onderscheid maken of toch één uitzondering maken. Je zou kunnen denken, het maakt voor het virus niet uit of het iemand besmet die tot, wat zouden we zeggen, iemand die een koning of een prins is enerzijds. Prins Charles is besmet trouwens in Engeland. Of een onbekende man, een dakloze in Brussel bijvoorbeeld. Voor dat virus maakt dat inderdaad niet zoveel uit. Niettemin is het toch zo dat, zoals dat altijd het geval blijkt te zijn, als het over medische kwesties gaat, je toch ook hier ziet dat de minder bedeelde mensen het meest kwetsbaar zullen zijn. Want zij kunnen het zich niet permitteren, je moet het op wereldschaal zien, om thuis te blijven. Zij moeten gaan werken, ze hebben anders misschien geen inkomen. Ze zijn verplicht om het huis uit te komen, om met andere mensen in contact te komen. Terwijl rijke mensen kunnen zich beter isoleren, kunnen zich dan ook betere gezondheidszorg permitteren, zijn sowieso gemiddeld genomen gezonder en hebben dus meer weerstand enzovoort. Dus ik denk dat op termijn we wel studies zullen zien waaruit dat zal blijken dat, net zoals zoveel andere aandoeningen, het virus toch ook vooral de armere lagen van de bevolking treft en minder raakt aan de rijkere klasse. Maar goed, dat moeten we dus nog wat afwachten. Misschien tot slot, ik denk dat we moeten beseffen ook, dit is onze fundamentele humanistische plicht, denk ik, om in te zien of te erkennen dat er veel verdoken problemen zijn, er zijn veel eenzame mensen. Mensen die reeds een medisch probleem hebben, waarvan we het niet meteen weten, die zijn veel kwetsbaarder, die hebben extra nood natuurlijk aan solidariteit. Dus het is, gelukkig hebben we de sociale media in die zin, het is een vloek en een zegen, maar bijna iedereen heeft wel een telefoon of kan skypen enzovoort. Het is nu meer dan ooit van belang dat we dus mensen contacteren, bellen, opzoeken, dus niet fysiek, dat kan dus niet. Maar dat we geregeld eens rondbellen, zeker naar mensen waarvan we kunnen verwachten dat er weinig
sociaal engagement is of dat ze geen entourage hebben enzovoort. Dat is misschien ook in de long run, als ik positief mag blijven denken, iets positiefs aan de hele crisis. Dus het besef dat we toch allemaal samen in de boot zitten en dat we er samen het beste zullen moeten van maken. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik zou zeggen, hou je allen gezond en tot een volgende keer.